Vandaag staan we hier op Schiphol met deze 4 vliegtuigen. En het is natuurlijk heel bijzonder dat wij hier zijn, want dit was de plek waar hij destijds in 1947, precies 70 jaar geleden, zijn eerste vlucht maakte. En dat herdenken we eigenlijk. En we zijn daardoor vanochtend vertrokken vanaf Lelystad. Daarna hebben we hier op Schiphol nog een low pass gemaakt met ons vieren. In de eerste plaats is dit vliegtuig, wat destijds door Fokker ontworpen is, vlak na de Tweede Wereldoorlog. En het is een lesvliegtuig was het. De Engelse lesvliegtuigen zaten ze al, de instructeur en de leerling, achter elkaar. Maar hier bij dit vliegtuig zit je naast elkaar, dus je kunt heel direct lesgeven in dit vliegtuig. En voor ons is het een heel bijzonder vliegtuig, omdat het een Nederlands product is. Het is Fokker. Nederlandser kan niet gewoon. Heel erg goed, goed gebouwd, betrouwbaar. En dat is dus heel bijzonder, dat dit vliegtuig na 70 jaar nog steeds vliegt.